Ik weet van, die groei hè, die u nu liet zien, waar komt die nou vandaan? Komt die dan uit van de zelfstandige meubelwinkel of van de andere bouwmarkten? Groei van wat? Van jullie omzet, van jullie marktaandeel, van het omzet. Dat mooie rode plaatje, dat ja. Zo een beetje afvlakte helaas op het eind. Ja, dat klopt. En de afvlakking komt omdat de like-for-like bij ons nu ook onder druk staat. Aha. Maar er zat een enorme like-for-like groei in de afgelopen jaren en heel veel expansie. Want Kwij is van 80, 90 bouwmarkten in 4, 5 jaar tijd naar 130 bouwmarkten gegaan. Dat was geen autonome groei, denk ik. Dat zal toch ergens vanaf gegaan zijn? In het begin daarvan was het ook autonome groei. Ja. Dus groei van de oud-oud omzet. Uh-huh. Dat is nu niet meer. Die staat onder druk. En de rest is gepakt van collega's. Van collega bouwmarkten of van zelfstandige woninginrichters? Of waar zit het hem in? Heeft u daar een idee van? Ja, van beide. Dat komt niet allemaal van collega bouwmarkten. Dat komt zeker ook van andere geparalleliseerde handel. We zijn niet de enige die dit soort spullen verkopen. Maar de onderkant, de kleinere ijzerwarenzaken, die bestaan eigenlijk niet meer. Verfbank speciaalzaken die verdwijnen. Daar komt het met name vandaan. Oké. Zijn er nog vragen? In de tussentijd, als u even nadenkt. Iemand bij V&D heeft me wel eens verteld dat ze soms wat moeite hebben met het vullen van die enorme filialen. Bijvoorbeeld zo'n Sephora is in V&D gekomen. Dat was ook eigenlijk fijn, want die nemen dan ook weer een paar honderd vierkante meter weg. Ja. Hebben jullie dat probleem nou ook of speelt dat niet bij jullie, bij de bouwmarkt? Om de winkel vol te kunnen krijgen? Ja, om te zeggen, we hebben zo ontzettend veel vierkante meters. Ja. En je kunt natuurlijk wel steeds meer rollen behang neerleggen. Maar... Ja, nee, dat klopt. Nee, dat loopt allemaal zo, hè. De wet van de afnemende meeropbrengst. Ah. Nee, de ideale bouwmarkt, zeker voor onze formule, is zo'n 3.500 vierkante meter. Dan verdien je het meeste geld. Hè? We hebben ook bouwmarkten van 6.000 à 7.000 vierkante meter. Dan is de extra meters leveren veel minder op dan de meters die je had. Maar ze leveren nog steeds wat op. En als het verlieslatend gaat worden, heb je een probleem. Maar zolang dat niet zo is, is dat prima. Het kost ons eerlijk gezegd best wel moeite om die winkels zinvol te vullen. Hm. Dat zie je ook wel, en dat geldt voor de andere formules trouwens ook. Als je een grote gamma Praxis of Kwij bezoekt, dan zie je dat we gezocht hebben naar zinvolle invulling. Ik vind het overigens heerlijk, hè? Want ik heb gesprekken met leveranciers. En dan komen ze met nieuwe spulletjes. En dan kan ik vrij makkelijk zeggen, zet er maar in, want we hebben ruimte zat. En toen ik vroeger in de food zat, was het, ja, ons schappen is die van elastiek. Wat erin moet er ook weer uit. Allemaal heel lastige gesprekken. Dus wij kunnen zeggen, zet hem maar in. En je krijgt er 3-4 maanden de tijd. Retail is ook heel veel proberen. En als het werkt, mag je blijven. En als het niet werkt, dan even kijken waarom het niet werkt. En als het echt niet werkt, dan stoppen we er weer mee. Dus wij hebben nog weinig druk op schapniveau. Okay. Lees, we kunnen nog heel veel doorparalleliseren. Ja, dat dacht ik al. En ook natuurlijk multichannel, hè, cross-channel. Ja. Want ik denk dat je ook niet moet overschatten hoe ver de anderen zijn daarin. Veel te ver. Of weer niet ver genoeg tegelijkertijd. In onze branche niet ver genoeg. Ja. In die zin is ook internet in onze branche op Flintstones niveau. Niet nul, hè. Er zijn heel veel aanbieders, maar het is wel op Flintstones niveau. En ik was erg blij dat jij het net nog benadrukte. De combinatie van bricks en kliks, dus van winkels en internet, blijkt nu heel goed te werken. Hema is daar een fantastisch voorbeeld van. Dus ik weet niet precies wat dat term is, maar de solitaire aanbieders, dus de mono-aanbieders, alleen maar internet, die krijgen het wat moeilijker. Trots van de aanbieders die en winkels en internet hebben. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met retouren. Als je bij ons iets koopt straks, kun je het gewoon retourneren bij een bouwmarkt. Die zijn s'avonds om 9 uur open, kan prima parkeren. Moeten voor de vrouw misschien nog een paar lampen in de winter buiten hangen, dat het een beetje veilig is. Dat kan natuurlijk niet bij een bedrijf wat geen winkels heeft. Nee, dat klopt. Ik moet altijd lachen als ik hoor de vrouw wil lampen. Het is natuurlijk wel zo. Maar ik heb ooit gelezen in een studie dat juist vrouwen... Er werd altijd bijvoorbeeld bij garages gedacht dat vrouwen schone monteurs willen en geen troep. Maar vrouwen willen vrouwvriendelijkheid, die willen gegroet worden. En een vaste monteur hebben die ze ook dingen uitlegt. Ja. En die mag dan best vlekken op ze overal hebben. Ja, dat gaan we namelijk uitleggen. Ja, precies. Ja, dat klopt. Precies. Ja. En nog vragen. Hoe lang blijft een bouwmarkt nog een bouwmarkt als... Die handige knutselaar die 100 gipsplaten nodig heeft, verdwijnt. En er alleen maar mensen komen om een lamp of een fiets of een kast te kopen. Ja, dat ligt aan wat je onder de bouwmarkt verstaat. Maar het aantal producten om mee te bouwen, dat zal relatief veel afnemen. Dat is overigens al lang aan de hand. Dus wordt dus eigenlijk een beetje een grote blokker, zeg maar. Ik zet dat tegenwoordig op al mijn slides. Doet dat ding er nog? Ja? Dat kun je misschien bovenin wel lezen. Helemaal onderin staat de decoratieve en behulpzame bouwmarkt van Nederland voor de moderne doe-het-zelf. Kunt u dat lezen erbovenin? Daar staat heel nadrukkelijk bouwmarkt in. Dus onze anker zijn bouwmaterialen.
gipsplaten, stenen, cement enzovoort. Dat gaan we er niet uithalen. Als we dat doen, zijn we behoorlijk vergelijkbaar met de home decoration stores. Ja? Het is bij Kawai wel zo dat je dat soort typische bouwmarktproducten tegenwoordig wel moet zoeken in de bouwmarkt. Ze zijn er wel, maar niet meer zo zichtbaar als vroeger. Terwijl als je bij Gamma binnenkomt, dan loop je aan tegen gereedschap. Kom je bij ons binnen, dan loop je aan tegen verlichting en woonaccessoires. Dat is echt een andere binnenkomst voor klanten dan bij onze collega's. Maar in onze strategie staat dat wij bouwmarkt willen blijven. Dus ook alles wat je voor een klus nodig hebt, onder ons dak moet kunnen blijven kopen. Wij verwachten ook, maar dat is een beetje een verdedigende approach, dat andere retailers niet zo gauw ons zullen gaan kopiëren met bouwmarktspullen. Want gipsplaatdistributie en OSB-plaatdistributie is toch wel lastig. Laat staan sierbestrating en blokhutten. Dus mijn advies is ook, laten we dat nog wel lekker houden. Want dan wordt het moeilijker gekopieerd door onze niet-bouwmarktcollega's. Is dat een antwoord op uw vraag? Nou ja, ik begrijp het wel, want je moet natuurlijk bestemmingsplanmatig bouwmarkt ook blijven heten. Ook maar, dat? Laat ik zeggen, het tuincentrum die kreeg 10 jaar geleden grote problemen als kerststalletjes verkocht. Ja, en diervoeding. Ja, en diervoeding. Ja. Ja, maar het groeit toch inderdaad allemaal heel sterk naar elkaar toe. Ja. Ja, de wet loopt ook hopeloos achter op wat consumenten willen. Okay. Ja, bijvoorbeeld dat geldt ook voor zondagsopening en openingstijden. En, maar daar heb ik ook een verhaal over. Maar dat verhaal kent u denk ik wel vanuit vastgoed. Hoe je even in de microfoon vast. Ja. Daarachter, helemaal achterin zie ik nog een omhoog. Rob, ik mag wel meer naar jou luisteren. Ik vond het een zeer inspirerend verhaal. Alleen jammer dat de dingen in het rood stonden soms. Want wij als Vernevels Bouwmarkten, die 155 bouwmarkten van Integamma mogen exploiteren, hebben een keizwarte handtekening. Dus ik heb liever in het onroerend goed wat zwarte teksten dan rode teksten. Wij zullen altijd 10 jaar uitdienen. Dankjewel, hartstikke leuk. Dat viel mezelf ook op toen ik die presentatie maakte. Alleen ik had in het begin gezegd, locatie is de rode draad. Dat is een beetje lullig om het dan groen te maken. Maar je hebt wel gelijk. Er zitten meer positieve dan negatieve kanten aan. Dankjewel. Oké, veel dank. Graag gedaan.